Goedemorgen. Het is een beetje een verjaardagsfeestje. Ja, er komt van alles binnenvallen daar gaan we dan mee praten. De musical De Kromme Jongens, daar gaan we het over hebben. Die wordt nog een keer opgevoerd. Alleen deze keer door jongeren tussen de 12 en 18 jaar. En er waren ons twee mensen beloofd. Sanne, die zit in het midden, gok ik. Hi Sanne. En Pascal. Wie is Pascal? Oh ja, Pascal, dat is precies goed. En wie ben jij dan nog eventjes? Bas. Dat is Bas. En wie is die meneer daarachter met het prachtige haar? Het is wel een confrontatie vandaag, hoor. Eerst opa Piet met zo'n kop met haar. Dat is Koos. Dat is Koos. Koos heeft het haar Koos van... Koos is de kromme jongen. Jan Veen. Koos is echt Jan Veen, ja. Even voor de mensen die niet uit het Westland komen, jongens. Fijn dat jullie er zijn, want het is een beetje... jullie komen echt binnen, gelijk zitten, gelijk praten. De Westlandse jongens, de kromme jongens. Wat is dat? Want er zijn mensen die dat vast niet kennen. Sanne weet dat. Nou, de Kromme Jongens, dat is een beetje, zeg maar, de Westlandse band. Dus iedereen in het Westland weet wie de Kromme Jongens zijn. En ze maken, zeg maar, nummers die gewoon echt gebaseerd zijn op het leven in het Westland. Maar gaat het over komkommers of zo dan? Nou, heel Debbie. Veel... Wat? Ik kom niet uit het Westland. Heel veel over kassen en zo. Ja. En we hebben wel een nummer over bloemkool. Zie je wel. En, ja, het is zeg maar, in het Westland heb je natuurlijk heel veel hokken. Dus dat zijn zeg maar plekken waar jongeren heen gaan op zaterdagavond om voor te drinken. Ja. Zijn het van die suipketen? Ja, eigenlijk wel, ja. Ja. Maar waar komt die naam? Die naam integreert me. Heeft het iets te maken met de vorm van die bananen komkommers? Kromme jongens, dat zijn volgens mij eigenlijk komkommers. Maar ik heb eigenlijk geen idee hoe ze bij zijn gekomen om de band naar komkommers te noemen. Hebben ze allemaal hernia? Nee, volgens mij niet. Niet ik ga gewoon naar Koos toe. Niet. Hey, wat ik vragen wil, jullie, de musical is al een keer opgevoerd geweest, de Kromme Jongens. En er kwamen 27.000 mensen op af. Dat was toch bizar? Ja. Nou, het verbroedert gewoon. De Kromme Jongens, dat is iets wat bij het Westland hoort. En Dario Vo hoort ook bij het Westland. Dus het is gewoon onwijs gaaf om aan zoiets mee te mogen doen. Is dat dezelfde Dario Vo die bekend is geworden door de Living Statues en zo? Dario Vo, die ken ik van de Living Statues. Koos knikt ja. Koos is een beetje de souffleur, ja? Oh, Living Statues, dat was zeg maar de opening van het ADO-stadion. Dat bedoel ik dus, Koos. Ja, precies. Dat fijne gozer. Klopt. En dat kromme slaat inderdaad op de komkommers die krom zijn? Ja. Dus, hier hebben we alles eventjes gewoon bij deze bevestigd. Dan ga ik weer zitten. Nee, dan ga ik even naar Sanne. En wat is nou het idee om het nog een keer te doen? Want die musical is geweest, 27.000 mensen. Nou, dan denk ik, nou, iedereen heeft het wel gezien. Wat is nou de reden om het nog een keer te doen? Nou, het was gewoon zo onwijs gaaf toen. En nu, zeg maar, toen heeft de oudere vaklast gedaan. Het is gewoon onwijs kicken dat wij nu ook de kans krijgen om te zingen in de Kromme Jongens. En dat zijn, in die musical komen alleen maar liedjes van de Kromme Jongens. Noemen ze een bekend lied van de Kromme Jongens voor de mensen die ze niet kennen? Nou, Bloemkool, dat is wel een van de bekendere. En Een hete nacht in de koude koelcel, die is ook... Oh, dat klinkt spannend. Een hete nacht in de koude koelcel. Ja. En, heel even een klein stukje, hoe gaat dat liedje over de bloemkool? Hoe mot dat dan? 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 Bloemkool. We kunnen wat hem moet je daarmee? Ik hoor dat we het bloemkool nummer gewoon helemaal kunnen draaien. En Sanne, jij gaat zo voor ons zingen volgens mij ook nog, hè? Ja, geweldig. Ja. Ja. Weet je wat, ga jij je daar geestelijk op voorbereiden? Dan gaan we even bloemkool draaien zoals het helemaal hoort te klinken. Het is een gezellige chaos in de huiskamer van Radio West. Er wordt al gesoundcheckt, dus we gaan zo... zij gaat zo zingen, Sanne. Over de jongere versie van de Kromme Jongens. De jonge Kromme Jongens. En Fred zit nu met blote harige benen op de bank en een soort zwembroek aan. Nou, jullie willen toch wat fleurigs? Nou, dat heb ik nu. Ik planeer Sanne, ook eventjes. Sanne valt zelfs spontaan Sanne, stil. Kijk, dat bedoel ik. Het helpt toch. Sanne, jij zit in die jonge variant van de Kromme Jongens. Ja. En je was net al een beetje aan het oefenen. De mannen zijn jouw achtergrondkoortje. Dat is leuk om te zien. Wat ga je zingen? Tuinersvrouw. En het klinkt een beetje droevig, het verhaal. Nou, het gaat over een meisje, zeg maar een vriendin. En die vriendinnen vinden het niet leuk dat een vriendin van hun die heel knap was en die heel veel ambities had, gekozen heeft om te trouwen met een tuinder. En om dat leven, zeg maar, te gaan leiden, dat is best wel zwaar.
Terwijl ze eigenlijk gewoon een vak had kunnen leren en er best wat kunnen doen voor dingen. Hoe zie jij jouw toekomst eigenlijk nou te toch zo over hebben? Nou, als ik oud genoeg ben, ga ik gelijk uit Westland weg. Jij gaat niet trouwen met een tuinder. Nee, dan ga ik lekker in Amsterdam wonen of zo. En, ja. Al die mensen in het Westland die zijn nu hartstikke boos. Maar goed, Sanne, laat maar horen hoe het... Je bent heel eerlijk, zeker waar. Leuk, Sanne en Pascal en Bas was het, hè? Ja. Ze was mooi, het was een stoot, was een stuk. Voor haar begin je nog geluk. Ze was knap en intelligent bovendien. Op hogescholen graag gezien. Niets in de wet. Zou je zeggen. Niets aan de hand. Denk je dan. Maar toch maakte zij een fout. Ze trouwde met een tuinder. Oh ja. Zo'n trots tomatentuinder. Oh ja. Ze had een toekomst om te zoenen. Oh ja. Nu staat het lood er in haar schoenen. Oh ja. Ze trouwde met een tuinder. Oh ja. Zo'n half failliete tuinder. Oh ja. Ze had een toekomst om te kussen. Oh ja. Ze kon haar liefdesvuur niet blussen. Oh ja. Het is toch hartstikke mooi, dit a cappella, hè? Dit is heel even, knap. Even klappen. Maar ja. De tekst is wel droevig. Maar goed, Sanne gaat ervoor zorgen dat het haar zo niet vergaat. Zij vlucht uit het Westland. Als ik de jongens zo zie, dan denk ik dat de jongens eerder weggetrokken zijn uit het Westland dan Sanne. In ieder geval. Die hebben het ook echt naar de zin. De reden dat ze hier zijn is om de musical Kromme Jonge Jongens een beetje te promoten. Aanstaande zaterdag gaat de officiële kaartverkoop van start. 7 juni wordt die uitgevoerd, die jonge variant. Dank jullie wel dat jullie er waren. Geweldig. Het spelletje gaan we zo spelen. Geen ja, geen nee en geen dat betekent...